Ik geloof dat everybody er wel is vannacht, Jan. Everybody, everybody. Het was de zwarte doos. Ja, die heeft iets soms met een 9 gedaan. Heeft hij het soms met een 9 gedaan? Ja, ik moet ook weer zo lachen. Ik kom net de chat in. Het eerste wat je dan ziet... John Bakker die schreeuwt opdonderen. Ja, nee, niet alleen dat, maar gewoon... Gewoon John Bakker die... Opdonderen, ja, opdonderen. Zo, ik ben bang dat het uit de hand gaat lopen vandaag. Nou, ik ben blij dat ik snel weg ben, want ja, dat is heel verstand. Gaat helemaal mis. En je zit ook aan je tweede glas champagne. En ik ben... Ik moet echt niet naar de chat kijken. Mevrouw, heeft u het soms met een Indiaan gedaan? Misschien moeten we even uitleggen wat aan de hand is voor de gewone medemens. Ja. Lieve mensen, we hebben een heel leuke chat waar we elke vrijdagnacht in zitten. Dat is giel.lichtsnel.nl. En er zit een John Bakker in. En die krijgt het elke week voor elkaar om de hele nacht alleen maar John Bakker quotes erin te gooien. Ik moet daar zo om lachen. Ik kom echt niet meer bij. Als ik s'avonds uitleg aan mijn thuisfront, dan moet ik weer lachen. Dan moet je gewoon niet proberen, hoor. Maar goed. Daar snappen ze geen flikker van allemaal, hè? Maar goed. Ik wou bijna zeggen, tijd voor een drankje, maar we zitten aan de champagne. Telt dat ook? Nou, ik weet niet, waar is die? Ik heb meer... Oh, de fles. Wacht even, hoor. Ja, dan moeten we... Wacht even, hoor. Wacht even, hoor. Die herrie staat wel hard. Ik vraag tussendoor. Attentie. Attentie, champagne van een studio. Want die oude komt hier. Daar komt hij. Er komt inderdaad de fles binnen. Nou, Giel. Voor zelf geld kan hij een bed binnen. Dit wordt echt... Nou, Giel, neem nog een glaasje. Nou, maar... Nou, hey, Marcel, dat is wel een lekker man. Maar ik moet zeggen... Hij pakt lekker mee. Nou, Giel... Sorry, lieve mensen thuis, uw disjockeys hebben echt een slappe lach. Nou. Zo. Nou, proost. Cheers, op de week. Ja. Zo, de teringer. Oh. Oh, misschien had ik die koffie toch moeten nemen. Is het altijd voor dit nou opgave of niet? Of ben ik te snel nog? Nou, laten we het in godsnaam doen. Zo, mensen. Het is de inhoudsopgave. Dit is de inhoudsopgave. Hier is de inhoudsopgave. Zo, dames en heren. De inhoudsopgave. Ik ben kapot. Dat is wel leuk. Dat is wel de tweede lachaanval die ik heb binnen 6 uur. Nou, wat hebben we vandaag in die show? We hebben een hoop... straks Blom Tomberg. Heet nieuws over Kane. Over Kane? Ja. Oh. Ja, precies. Er zijn opnames. En ik denk dat... Ik denk dat de zanger ook zijn kaken stijf op elkaar houdt. Ik denk het ook, joh. Ik denk ook dat het de clue is. mensen in het chat vragen zich af waarom we zo moeten lachen. Ja, weet ik niet. Eigenlijk ook niet. Waarom moesten we heel hard lachen? We zagen gewoon allerlei dingen volgens mij. Dat is het. Combinaties van dingen. Het waren combinaties van dingen. Vooral de champagnefles, attentie. Ja hoor, dat kwam niet, dat vond ik het mooist. We hebben nog meer, straks natuurlijk... Ekdoms platenkast. Jazeker. Moet ik al zeggen dat ik het laatste uur vanaf een cassettebandje... Ik zou niet zeggen, nee. Gewoon net alsof het live is. Het laatste uur is gewoon live, niks aan de hand. We hebben een splinternieuwe Freak Elf uiteraard, te vinden op ekdom.nl. Ah, Freak Elf! 5 nieuwe binnenkomers, ja, het mocht wat kosten. En een nieuwe Freak NL speciaal die ik zo ga draaien. Natuurlijk straks om 16:30. Zo, Dimitri, op! En natuurlijk de Tiny Little Big Band vannacht. We hebben een band, ja. We hebben een band vannacht. Dus, ach, nou, hoe is dat? Ik noem die band...
Marcel, je moet... Het glas is nog vol, hoor. Ik word echt... Ik noemde... Het is als een toevalletje, stond je voor de deur te wachten. Nee, ik had... Denk, ik zal ook maar even komen proosten. Oh, nou ja, dat is heel goed. Gezellig. Ja, we moesten echt heel hard lachen. Net. Proost. Op je 40ste verjaardag. Marcel is vandaag 40 jaar geworden. Dat zou je niet zeggen. Nee. Piep. Ik vind het echt... Nee, het is 53, zeg maar. Ja, precies. Maar dat betekent dus toch dat het leven niet stopt. Nee. Bij 30. Weet je nog, vorig jaar? Hebben we gehuild in feutushouding. Oh, hebben gehuild, ja. En dan nu is het gewoon, dat gaat allemaal best oké. Henk Wersboek, weerbericht, 6:30, nieuwsupdate, Chris van Beelen. Gaan we nog prijzen weggrijpen? Ja, echt, de gekke prijzen. Ah. Nee, kaartjes voor volgende week. De Asteroid Galaxy Tour. Oh, echt waar? Ja. Waar spelen die dan? Die spelen in Eindhoven die Hekst. Het is even naar, maar dan is het daarna wel weer leuk. Kijk. Ja. Oké, het is even naar, maar daarna wordt het leuk. Dat zeg ik. En we hebben... Oh, ja, we moeten even een deal maken. Oh, dat je volgende week... kun je mij bellen? Oh, ben je er niet? Ik ben volgende week ziek in New York. Oh ja, godsamme. Maar ik vertrek om een uurtje of 6. Dus dan is het 7 uur vliegen en de klok 2 gaat dan weer 6 uur terug. Maar dan kom je net aan of zo. Dus als ik net aangekomen ben jij al bezig en dan kun je me bellen. Dan zit je aan een Big Mac en dan ben je zeker aangekomen. Nou ja, Big Mac neem ik niet daar. Ik ken namelijk een Nederlander die in Amerika ooit een hamburger besteld heeft. Nou, die is nog aan het eten, dus laten we dat niet doen. Zullen we de frikandel doen? Ja, lijkt mij doen. Volgens mij hebben we de inhoudsopgave wel gehad, toch? Ja. En die stralende lach natuurlijk van Gerard Ekdom. Och, man, die... Rampadam. Daar is hij dan. Je voelt de link, toch? Ja, absoluut. Oké. Dames en heren, vind ik het dan speciaal. De Juan McLean en die stralende glimlach wordt steeds helderder door die McLean. Hey. One day. You've denied me, baby, the satisfaction of your love. So I've been walking home. Before I have to put your picture down, just take it down. You gave my love. I can't hear you, baby, when you tell me you don't want me now. So I'll be hanging by the phone, though I know you'll never make the call. Don't make that call, he'll put you down. Call me in the daylight, speaking of a future plan. But when you make demands, I know that I could never be your man. Tokens of a lifetime, memories I wanted.